Sinds mensenheugenis hebben de Friezen strijd geleverd tegen het water. Het water verwoestte huizen en mensen verdronken. Men deed er daarom alles aan om het water te beheersen. Zo legde men dijken aan om het water tegen te houden. Hierdoor ontstonden er polders en die moesten bemalen worden. Want het overtollige water moest eruit worden gehaald. Om het waterbeheersing te komen zijn er twee zaken nodig. Aan de ene kant moet je het overtollige water eerst opslaan. Dat doe je in de boezem. En vervolgens afvoeren. Dat doe je of door de sluizen open te zetten of door het gemaal aan te zetten. Dat is dus de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal van de waterbeheersing is dat je het laagliggende land moet beschermen tegen stijgend water. Het kwam erop neer als een stuk land te vaak onder water liep, dan legde de boer er een laag dijkje, een kade heet dat, omheen. En hij liet de timmerman uit het dorp liet hij een molentje timmeren en er was weer een polder bij. Het is een grondzeiler en zijn functie is het pompen van water vanuit de polder op de boezem. Je ziet hier het water eruit komen. Aan de achterkant zit een vijzel. Schroef van Archimedes, noemen ze het ook wel. Een soort wakkelconstructie. Die pomp zit met onderend in het water. Ga draaien, het water komt omhoog. Gooit het hier door de molengang en hier gooit hij de uitschoten weer uit. Daar is het laagste gedeelte van dit gebied. Dat is de polder, 250 hectare ongeveer. Dus dat is een afgesloten geheel. Als daar te veel in komt, moet dat eruit. Dan kan ik dat met de molen eruit trekken. En dan komt het hier op deze sloot. Deze sloot staat in verbinding met de dijksloot, onderaan de zeedijk langs. En die gaat rechtstreeks staat die in verbinding met de boezem.